Ik heb eerst een stift nodig. Vandaag een grote doorbraak. Na 10 jaar praten en ploeteren hebben we eindelijk een pensioenakkoord. En dat dankzij onze rekenwonders Wouter Koolmees en Steven van Weijenberg en al die leden van D66 die zich hier al jarenlang voor inzetten. Maar ons pensioenstelsel blijft natuurlijk iets ingewikkelds of een ver van je bed show. En daarom leg ik in deze video kort uit wat het pensioenakkoord voor jou betekent. Ja. Er zijn nu eigenlijk 3 problemen met het huidige pensioenstelsel. Ten eerste is eigenlijk iedereen ongelukkig. Jonge mensen en werkende mensen zijn bang dat er straks te weinig geld overblijft voor hun pensioen. Terwijl de huidige gepensioneerden ook ontevreden zijn, omdat ze vinden dat ze al te lang worden gekort op hun pensioenen. Ten tweede leggen we allemaal geld in die hele grote pensioenpot, jouw geld. Maar wat heb je er zelf over te zeggen? En ten derde sluit ons huidige pensioenstelsel onvoldoende aan bij de moderne arbeidsmarkt. Vroeger bleef je je hele leven bij dezelfde baan. En tegenwoordig switchen mensen vaker tussendoor. En je wil dus dat het pensioenstelsel daarbij aansluit. En daarom maken we onze pensioenen nu moderner. Klaar voor de toekomst. En wat het precies voor jou betekent, ga ik je nu uitleggen. Nikki van 28 krijgt een beter en persoonlijker pensioen. Haar inleg gaat niet meer direct naar een grote pot en wordt niet meer alle kanten opgeschoven, maar blijft veel meer bij haar eigen pensioenpot, zonder dat het nu al wordt uitgegeven voor huidige, oudere generaties. Ook Guus van 48 krijgt een beter pensioen. En voor hem is er nog meer goed nieuws, want de AOW-leeftijd is nu nog 1-op-1 gekoppeld aan de levensverwachting. Straks betekent een jaar langer leven niet meer een jaar langer werken, maar 8 maanden langer doorwerken. En daarmee is de verhouding tussen pensioen en werken beter in balans. En goed nieuws is er ook voor de gepensioneerde Teerza. Want de kans dat de komende jaren gekort wordt op haar pensioen is minder groot. Meer geld dus voor haar oude dag. En ook goed nieuws voor mensen in zware beroepen. Want de komende jaren hoeven werkgevers geen boete te betalen als mensen in zware beroepen toch eerder met pensioen gaan. En dan nog iets. Straks beslissen niet alleen de pensioenfondsen over jouw pensioen, maar heb je er zelf ook meer over te zeggen. Zo kan je bijvoorbeeld, als je met pensioen gaat, 10% van je pensioen in 1 keer opnemen. Met een modaal inkomen is dat circa 17.000 euro. En dat is geld dat je dan zelf kan inzetten, bijvoorbeeld voor het aflossen van een deel van je hypotheek. Kan je nou echt niet genoeg krijgen van pensioenen en het pensioenakkoord? Kijk dan hier de video met onze expert Steven van Weijenberg. En nu weer aan het werk.